ACTA dan. Als u geen internetfreak bent, hebt u er misschien nog niet van gehoord. Maar er bestaat grote onrust over. ACTA is een antipiraterijovereenkomst die door een aantal landen, waaronder de Europese Unie, is onderhandeld. Het moet de regels rond internetgebruik harmoniseren en waar nodig verstrengen. Tegenstanders vrezen censuur en betrouwen het niet dat ACTA in volledige geheimhouding is onderhandeld. En terwijl downloadsites zoals Mega Upload zijn stilgelegd, neemt het protest op internet stevig toe. Stefan Meerberg. I think it sends the wrong signal to give the government the ability to shut down websites. Er beweegt iets op het internet. Protestvideo's alom. Wikipedia legt zichzelf lam. Overheidswebsites worden bestookt. Declaration of war is as follows. Internetsangira는 공간 자체가 저희가 자유를 표현하기 위한 공간인데. ACTA is the anti-counterfeiting trade agreement. ACTA is een antipiraterijovereenkomst tussen een aantal westerse landen. Wat men met dat verdrag probeert te beogen, dat is eigenlijk om het niveau van antipiraterijbestrijding, om dat eigenlijk op hetzelfde niveau te brengen. Dus dat in al die landen, dat dat op min of meer dezelfde manier gestraft wordt. En ook, heel belangrijk, dat ze samenwerken met elkaar. Ze beloven allemaal onderling samen te werken om piraterij op het internet, om dat eigenlijk te bestraffen en te bestrijden. Er is veel protest, maar de overeenkomst lijkt er te komen. Wel, ACTA komt er, denk ik. Het is quasi rond. Het is getekend ondertussen en het moet nog door het Europees Parlement worden goedgekeurd. The consequences we have to deal with are internet censorship, restricted freedom of speech. ACTA werd in de grootste geheimhouding onderhandeld. Tegenstanders vrezen censuur. Het protest op internet gaat crescendo, vooral van Anonymous. We vinden een activist die wil getuigen, maar wel met het gebruikelijke masker. Ja, het is eigenlijk een soort van activistische beweging. Iedereen kan zomaar een operatie opstarten. En als genoeg mensen eigenlijk vinden dat een belangrijk topic is, dan wordt er een actie opgestart. Bijvoorbeeld, dit is op Down with ACTA. Daar worden de acties tegen ACTA gecoördineerd. Targets die worden hier beslist. Dat is nu op dit moment copyrightalliance.org. Die ligt dus nu onder vuur. Anonymous legt websites plat, donderdag nog die van het Europees Parlement. Of ze vervangen frontpagina's door propaganda. En bij elke succesvolle actie wint Anonymous aanhangers. We are Anonymous, we are Legion. We do not forgive. And we do not forget, expect us. De NATO bestempelt Anonymous als gevaarlijk. Deze man zegt door verscheidene inlichtingendiensten gevolgd te worden. Internet heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat de toegang tot informatie niet langer kan gereguleerd worden. En mensen bevrijdt eigenlijk op een heel belangrijke manier. En ACTA dan, die willen dat terug aan banden leggen eigenlijk, zodanig dat informatie toch terug meer kan gecontroleerd worden door één kleine groep van vooral industriëlen en politici. De vraag is, zal ACTA ons internetgebruik veranderen? Eigenlijk voor België, voor de landen van de Europese Unie, verandert er niets. Omdat de Europese regels die we hebben op dit moment eigenlijk al iets verder gaan. Dus ACTA is minder vergaand dan wat de Europese Unie nu rond piraterij, rond namaak, al heeft beslist. That means if you send an MP3 to your friend through an instant messenger, upload a video of a party which play copyrighted music, or quote a copyrighted newspaper article in an email, you're gone. That's it. Er is veel ongerustheid over de 3 strikes. Wie 3 maal iets illegaals doet, zou zijn internetaansluiting verliezen. Maar die bepaling is weg uit ACTA. Het is zeker afgezwakt. Daar stonden bijvoorbeeld bepalingen in die wanneer jij als burger op een illegale wijze muziek of film zou hebben geüpload of gedownload, als je dat een derde keer zou gedaan hebben, dan zou je internettoegang worden geblokkeerd. Zo'n bepaling is er bijvoorbeeld uitgehaald. Naast de Anons, de activisten van Anonymous, is er ook politiek verzet. Amelia Andersdotter is het jongste lid van het Europees Parlement. 24 is ze en in Zweden verkozen voor de Piratenpartij. ACTA is ondemocratisch, stelt ze. Well, it's actually not been very easy to find out what's going on. Even now that we have access to the final texts, we don't know preparatory works and we don't know what industrial interests were behind the agreement.
De Piratenpartij wil het auteursrecht beperken en gelooft niet dat artiesten geld verliezen door piraterij. There's not actually much academic proof for the creative sector as a whole losing money from piracy. MEGA, upload me today, send me a file. Zal de overheid zich meer mengen in het internet? Sites als Pirate Bay en Mega Upload werden door verschillende gerechtelijke instanties al platgelegd. De eigenaar van Mega Upload, de excentrieke Kim Schmitz, werd in Nieuw-Zeeland opgepakt. The European Parliament will soon vote on ACTA. This vote will be the occasion to say no, once and for all, to this dangerous treaty. Bij Anonymous houden ze zich klaar. Ze willen de leden van het Europees Parlement overtuigen nee te stemmen tegen ACTA. Anonymous is een beetje het volk. Hoeveel macht heeft het volk? Doordat ze op te blazen eigenlijk, wordt dat iets groot. Dan wordt dat wel degelijk een belangrijke politieke kracht die je niet zomaar kan negeren. Let it be known that no one messes with the internet and take it to the streets. Stop the Kraken. En daarmee hebt u ter zake helemaal gehad.